Kijk, deze regering heeft een heel moeilijke tijd achter de rug. Ik ben ook niet eens met alle dingen. Sommige dingen hadden we veel beter kunnen doen. Dienstverlening van de overheid hadden we veel beter kunnen doen. Je hoeft niet een kruiwagen nodig te hebben om allerlei dingen van de overheid te krijgen. En dat kost niet zoveel geld. Dus dat soort dingen hadden we veel beter kunnen doen. Maar ik moet zeggen dat toen ik ook aannam, alles, de hele cultuur, de structuren waren volledig kapot. Ik heb zelf aangegeven hoe structuren er waren. En je moest eigenlijk, en je hebt bijna anderhalf jaar COVID-tijd, dus niet optimaal, geen geld, geen optimaal. Dus het is een hele moeilijke tijd geweest. Veel tegenvallers ook gehad. En ik zit niet te verdedigen, maar we hebben denk ik binnen de mogelijkheden, althans, als ik kijk op mijn ministerie, hebben we hele mooie dingen kunnen realiseren. Met heel weinig geld. En dat hoor ik ook. Wat in geen jaren gerealiseerd is. Als ik kijk naar gewoon rechtspositionele zaken van militairen. Die zijn blijven liggen. Ik heb bijna 2000 beschikkingen getekend in de afgelopen periode. Opleidingen. We hebben vorig jaar 23 opleidingen gehad. Historisch. We hebben onze eerste. Dus iedereen is boos omdat negatief nieuws, sensatie nieuws merk ik ook, de headlines haalt. Kijk maar naar SREM bij mij en VRM. Al het goede wordt ondergesneeuwd door eigenlijk dit. En sommige dingen die zijn terecht kritiek. En ik vind het is goed dat mensen kritisch zijn. Want door kritiek vind ik dat je reflectie moet hebben naar jezelf en naar je handelen. En je moet proberen goed bestuur na te leven. Dus ik vind voor mij, je moet goed bestuur, je moet draagvlak creëren voor je beleid. Je moet transparant zijn. Je moet verantwoording kunnen afleggen. Wat mij betreft is dat allemaal open en iedereen kan komen kijken. Ja, tot een beperkt deel hoor, want wat geheime operaties betreft en dat soort dingen, dat kunnen we in DNA op een bepaalde manier uitleggen. Maar voor de rest is het heel transparant. En voor de regering denk ik dat we toch behoorlijke stappen hebben gezet op een aantal gebieden. Behoorlijke stappen. Het is nog niet wat het wezen moet. Het is nog even voorzichtig. Maar toch moeten we door, denk ik. En ik geloof wel in Suriname. En ik geloof wel in dat we eruit komen. En dat we er goed uitkomen. Waarom ik voorgestemd heb voor die Pan Am American. Omdat er een afspraak was van de vorige regering. Er zijn percelen gegeven. En er zouden huizen gebouwd worden. En dat is toen blijven liggen. Er is gepresteerd door de eigenaar van infrastructuur. En de staat zou moeten betalen. En de staat heeft toen niet betaald. En die case is blijven liggen. En toen heeft deze minister, want de man heeft geschreven, ik wil mijn betaling, want ik heb gepresteerd. En de staat is in gebreken gebleven. En ik heb me laten vergewissen. Dus ik heb persoonlijk gevraagd, ja, van is in voldoende mate gepresteerd. Hoeveel kilometer weg is aangelegd? En dat geld dat we moeten betalen, is het inderdaad in verhouding tot datgene wat gepresteerd is in Pan Am. En ik heb op grond daarvan gezegd, omdat het een beleidskeuze was, van we moeten aan, want vandaag of morgen moet je toch betalen als staat. En dat er een nieuwe overeenkomst zou worden gemaakt, een PPP. En dat je dan toch huizen moet laten bouwen, dus laat mensen die huizen krijgen. En dat je dus het project weer op de agenda zet en afwikkelt. Laat me het zo zeggen, ik was in eerste instantie persoonlijk niet helemaal happy. Omdat ik vond van mensen wisten met welke regering ze in zee gingen. Dus het is, ze hebben gepresteerd, ze weten, ze moeten maar wachten. Maar het was een mondelinge overeenkomst. En ook een mondelinge overeenkomst is rechtmatige overeenkomst als gepresteerd. Ja, maar dan kennen we de inhoud ervan niet zo makkelijk. Het is makkelijk, ja. Maar goed, je moet dan getoetst worden. Maar dat is mijn argumenten. Ik vond persoonlijk, weet je, ik heb mijn eigen mening hoe we in dit land huisvesting. Weet je, ik vind het heel belangrijk omdat jonge mensen niet in staat zijn een woning te kopen. En te bouwen. En ik denk dat je als regering veel meer moet doen daarin. Maar ik vind het concept dat al die tijd is gehanteerd. Mensen in het bos een kavel geven en dan zoeken mensen het uit. Ik ben absoluut daartegen. Ik vind dat je als overheid de infrastructuur moet maken. Nutsvoorzieningen moet aanleggen. En dan vind ik dat je dat moet verkopen
goedkoop. Niet in duizenden dollars, maar ik vind 10.000, 15.000 SRD mag je een kabel verkopen. En mensen zullen dan in staat zijn om het te betalen. Dan krijgt de staat een beetje geld. En wat er nu gebeurt, of nu al hele decennia gebeurt het. Bepaalde mensen krijgen honderden hectare grond. Ze verkavelen het. Ze verkopen het. Niet alle geld gaat ook dan het belastingen terug. Dit is een praktijk van niet nu. Het is een praktijk van jaren. En ik ben Falikander tegen. Als persoon hoor, ben ik Falikander tegen. Dus ik heb mijn visie wat dit betreft ook gegeven vaker in de regering.